Dames en heren, dan hebben we nog één spreker voor vanavond. Erik Stam. Hij zit daar, hij komt zo. Professor ondernemerschap en innovatie aan de School of Economics. En ik heb begrepen dat hij ook editor is van de Journal for Small Business Economics. En ik geef hem graag nu het woord voor de laatste talk. Ja, ik ben blij dat ik hier sta. Het is een mooi teamwerk van Prospect. Ik kom net uit het meest ondernemersvijandige land ter wereld. Kunt u raden wat dat is? Het land waar de afgelopen 10 jaar 3 miljoen ondernemers in de cel zijn beland. Dat is inderdaad Rusland. Dus ik ben blij dat ik hier op veilige grond hier ben. En eigenlijk dubbel blij, want 20 jaar geleden zat ik ook in deze zaal. En als u me toen had gevraagd van ga eens een verhaal over ZZP'ers vragen, want dat vroeg Peter mij namelijk een paar weken geleden. En doe daar minder dan 15 minuten over, dan was ik denk ik in 10 seconden of 1 seconde klaar geweest. Dat woord bestond volgens mij nog niet eens in 1994. Laatst nam ik ook een van mijn dochters mee naar een radio-interview. En toen na afloop zei ze van, papa, wat is dat ZZP? Dus in die zin, u weet het natuurlijk wel, toch? Dat is nog zonder personeel. Ja, dat zou je kunnen zeggen. De nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Hans Boeren, noemde het wel zwakzinnige zonder pensioen. Dat laatste klopte, geloof ik, want ik zag net een aantal handen opgaan. Dat is ook echt waar. Zelfstandigen zonder personeel steken veel minder geld of doen veel vaker aan pensioenopbouw. Dat eerste, kan ik u gelukkig geruststellen, is niet empirisch bewezen. Dat gaat is de groep ZZP'ers eigenlijk net zo breed als de Nederlandse bevolking. Dus er zitten net zoveel zwakzinnigen in als elke andere groep werkgevers. En werknemers, dus dat is dan weer goed nieuws. Ik vind het eigenlijk een hele rare naam. Mijn voorspelling is dat ook over 20 jaar de naam ZZP'ers niet meer bestaat. Dan zijn we gewoon allemaal werkers. En sommigen hebben dan een groter inkomen dan anderen. Sommigen zetten meer mensen aan het werk dan anderen. Sommigen werken alleen vrijdagmiddag, de anderen de hele week of misschien 7 dagen. Dus ik vond inderdaad, ik zag dat stuk in Trouw inderdaad ook. En ik dacht van ZZP'ers, dat woord bestond toen nog niet eens. Dat waren misschien... Werkenden, werkers, ja. En sommigen hadden een vast contract en anderen hadden geen vast contract. Of freelancers, dat waren geloof ik vrije lanciers. Dus dat is helemaal een middeleeuwse naam. Dus mijn voorspelling is, na 20 jaar bestaat het woord ZZP'ers niet, zijn we gewoon allemaal werkers. Ik vind het ook een beetje een gehandicap. Ik vind het eigenlijk raar dat jullie ook jezelf ZZP'ers noemen. Het is een beetje zonder personeel, dat klinkt ook een beetje gehandicapt. Maar je kunt ook als een geuzennaam gebruiken. Nou, dat is helemaal mooi. Ik heb nog een mooiere. Zonzeepils. Wat is het? Je hebt autonomie, vrijheid. Je kunt als de zon schijnt gewoon in een zaaltje gaan zitten. Maar ook naar het strand gaan en een pilsje drinken. En dat is wel wetenschappelijk bewezen. Mensen die voor zichzelf beginnen zijn gemiddeld genomen gelukkiger. Dus dat noemen we dan subjectief welbevinden. Mensen die werknemer zijn. En dat wist u misschien niet. 60% van de werknemers is zeer ontevreden met hun huidige baan. En nou ja, daarom bent u misschien ook wel ZZP'er geworden. Dus wat dat gaat, vrijheid en autonomie. Je kan ze ook wel ZZB'er noemen, zelfstandige zonder baas. Dat is natuurlijk ook lekker. Je hebt geen baas om over te klagen meer. Je bent gewoon eigen baas. Maar er is wel iets gebeurd de laatste 20, 30 jaar. Even kijken. Ja, hij doet het. Wat ik zelf de Nederlandse ondernemerschapsrevolutie noem. Dat gaat nu blij zijn dat hij niet in Rusland zit, maar in Nederland. En er is ook echt wat gebeurd de laatste 20, 30 jaar. Je kan het heel mooi zien. 1987, ik denk dat de meesten van u toen al wel geboren waren. Als ik dat aan mijn studenten vertel, dan wordt het al wat tricky tegenwoordig. Waren er zo'n 30.000 nieuwe bedrijven in 1987. En nu zijn het een beetje afhankelijk van de definitie 120.000 tot 150.000. Dus vandaar dat ik maar even tot 2011, daar weet ik echt de goede data van. Dus het is ongeveer verviervoudigd in een periode van 25, 30 jaar. En ik kan u verzekeren, de bevolking is niet 4 keer gegroeid of 4 keer zoveel geworden. Dus echt iets gebeurd. En voor een groot deel bent u daarvoor verantwoordelijk. Even kijken, heb ik hier. Ja, hier heb ik Martijn op zijn zolderkamer. Inderdaad, nou, hier heeft hij maar 1 scherm nog. Ja. Dat is het 4 jaar geleden. Maar wel alleen. Telefoon met draad nog. Ja, dat was niet afgesproken, hè? Ik heb toch een keer foto gevonden. Maar het is wel, ik moet ook wel zeggen, het is inderdaad vaak zonder pensioen, zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. De grootste groep armen in Nederland zijn sinds kort de zelfstandigen zonder personeel.
De grootste groep absoluut, zelfs groter dan de werklozen. Dus dat gaat zijn heel veel van u die onder een bijstandsniveau inkomen hebben. Dus wat dat gaat, heeft het zijn plussen en zijn minnen, wil ik maar even zeggen. En ook eenzaam. Toevallig vanmorgen sprak ik een ex-ZZP'er. Dat is misschien wel de beste categorie om te spreken, want die kunnen ook zeggen van, nou ja, ik ben eruit gestapt. En misschien vind ik het nu wel niet zo goed. Hij had inderdaad enorm, als zijn been was geamputeerd. Hij was met een motorongeluk toen hij ZZP'er was. Zijn been geamputeerd, nu enorm veel last van zijn schouders. Hij zegt van, ik ben blij dat ik nu een werknemer ben. Ik heb in ieder geval arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mijn pensioen wordt weer opgebouwd. Hij is 55. Ik denk als je 20, 30 bent, dan maak je er absoluut geen zorgen om. Maar hij was tegen het einde van de 50. Dus in die zin zijn er ook wel een aantal zaken in Nederland niet zo goed geregeld. Kunnen zeggen van, ja, ZZP'ers die kiezen ervoor. Maar misschien als we over 20 jaar die werkers hebben, dan is ook dat hele, laten we zeggen, sociale stelsel wat meer gelijk getrokken. Zou mij wel heel veel goed doen. Even kijken, we hebben daar ook nog mooie cijfers van. Ik zei, dat ben u, en dat bent u ook echt. Want hier kijken we naar het aantal zelfstandigen in 1996, 700.000, nu ruim 1 miljoen. En je ziet dat eigenlijk bijna al die groei uit, nou ja, de Martijn zal er wel, je bent inmiddels geen zelfstandige zonder zelfstandige met personeel, ZMP. En je ziet dus dat er echt een enorme groei is. En er is eigenlijk geen enkel welvarend land waar die zelfstandigen zonder personeel zo snel zijn gegroeid. Nou, het is denk ik ook niet voor niks dat we hier zitten. En dat we zelfs in de gemeente Utrecht, wat misschien niet de meest ondernemende gemeente is. Ik zeg ook altijd zelf over mijn eigen universiteit. Universiteit Utrecht was misschien wel de minst ondernemende universiteit van Nederland. Dat gaat ook veranderen. Dat zult u snel zien. Maar er is nog iets. Ik zeg van nou, zwakzinnige zonder pensioen is allemaal minpunt aan. Zon, zee, pils, allemaal pluspunten. Ik hou me vooral bezig met van hoe de Nederlandse economie zich als geheel ontwikkelt. En we zien dat de laatste 10 jaar eigenlijk het innovatiepeil wel behoorlijk stagneert. Nu zal ik dat niet gelijk in uw schoenen schuiven. Maar het is wel zo dat 1000 Martijns maken nog geen Google. Want we weten ook uit wetenschappelijk onderzoek dat zelfstandigen zonder personeel gemiddeld genomen minder groeiambities hebben, minder intentie hebben tot innovatie. Vaak hetzelfde werk doen, waar ze misschien wel heel goed in zijn, dat werk wat ze al daarvoor voor hun werkgever deden. Dus vaak hetzelfde doen, maar dan misschien voor meerdere afnemers. En niet in ieder geval de intentie hebben om zelfs iets groots neer te zetten. Je kan zeggen van, nou ja, je kiest er gewoon voor om je eigen broek op te houden. Dat is goed genoeg. En we gaan in ieder geval niet naar het Malieveld om te staken en we zijn niet werkloos. Dus dat gaat, is inderdaad, ja, er is wel een flexibele schil ontstaan die ook heel veel werkloosheid heeft. Of de werkloosheid groei heeft doen afnemen. Dus dat is allemaal goed nieuws. Maar als je kijkt naar, laten we zeggen, echt grote vernieuwingen. Dus laten we zeggen de Googles, komen die vaak niet van 1000 ZZP'ers. Dus mijn vraag is, waarom 1000 ZZP'ers zijn die geen Google? Dan kunnen ze zeggen, ja, Google is een Amerikaans verhaal, heeft allemaal niks met Europa te maken. Nou, we hebben wel wat andere voorbeelden. TomTom is echt, thank God we have TomTom, een van de weinige snel groeiende ondernemingen in Nederland die echt ook wereldwijd een verschil maakt. Maar er zijn ook heel veel andere Europese, Rovio, misschien spelen uw kinderen met Angry Birds. Toevallig deze week een van de oprichters gesproken, is echt een heel mooi verhaal. Maar dat kan gewoon in Europa. Hij zegt van, als het zelfs in Helsinki kan, waar kan het dan niet? Dus dat gaat, waarom niet in Nederland? Of Skype, opgericht in Zweden. Dus er zijn wel heel veel Europese voorbeelden van. Het is echt niet een Amerikaans verhaal. En eigenlijk mijn soort visie voor de toekomst is dat we leven in Nederland. Het is een heel bijzonder land. Hier is de onderneming eigenlijk uitgevonden. Ik zal niet zoals voormalig premier Balkenende zeggen dat we de VOC-mentaliteit weer terug moeten krijgen. Maar Nederland is wel het land geweest waar de onderneming met aandeelhouders is ontstaan en waar het heel groot is geworden en waar we heel veel handel daarmee hebben kunnen drijven en waar we dingen heel goed kunnen organiseren, veel beter dan in heel veel andere landen. En we zijn ook een land waar de ICT-adoptie, dus de opname van internet, van Twitter, van LinkedIn, wereldwijd echt een van de beste is, de hoogste penetratie kent. We hebben een land waar heel veel dialoog is, waar een hele hoge bevolkingsdichtheid is. Dus we kunnen heel snel schakelen, heel makkelijk met elkaar samenwerken. Ik zag hier ook bij de ingang foto's voor LinkedIn. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe je juist in een netwerk heel snel zaken kan doen. Ik was laatst in Stockholm en er zijn heel veel internet-startups. En die zoeken inderdaad op LinkedIn naar programmeurs in Letland, Bulgarije, om te kijken van hoe ze daar snel mee kunnen schakelen. Dus LinkedIn, ik zou zeggen, als u nog geen LinkedIn-profiel hebt, ik heb geen enkel aandeel in LinkedIn, maar doe het wel. Het scheelt echt voor de herkenbaarheid en ook het gezamenlijk dingen doen. Is echt een plus. Dus waarom eigenlijk in Nederland zouden niet ZZP'ers, 1000 ZZP'ers, net zoveel of misschien zelfs meer dan Google kunnen zijn? Het is een hypothese. Ik kan zeggen, we moeten veel meer Googles hebben, snel groeiende ondernemingen. Of we moeten zeggen, eigenlijk moeten die werkgevers nou eens een keer fatsoenlijk hun werknemers behandelen en ze meer ondernemende werknemers krijgen. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Maar waarom zouden we niet in Nederland voorop kunnen lopen, internationaal,
met ZZP'ers die gezamenlijk echt grote impact hebben. En waarom zou dat niet kunnen in de toekomst? Het is geen wetenschappelijke uitspraak, dus ik ga even mijn boekje te buiten. Maar waarom zou dat niet in Nederland kunnen? Nou, dan kunnen ze natuurlijk zeggen, ja, we doen al heel veel samen. We zitten in allerlei verzamelgebouwen en ik hoorde net dat GroenLinks dat ook allemaal financiert. Dus dat is helemaal mooi. Je kunt allemaal gezellig met elkaar werken. Misschien gratis koffie ook nog, bij de gemeente ook nog, of niet? Of daar moet je nog voor betalen, geloof ik. Dus nou ja, die eenzaamheid is dan in ieder geval opgelost. Dus Martijn zit niet meer alleen op zijn zolderkamer, maar gezellig met z'n allen in het bedrijfsverzamelgebouw. Nou ja, dus dat is op zich, daar zijn er net heel veel van, steeds meer. Is eigenlijk best een goed businessmodel misschien voor te vinden. Maar ik denk eerlijk gezegd, netwerken is natuurlijk iets anders dan samenwerken en gezamenlijk echt iets groots verrichten. Dus ik denk dat dat er gaat, kun je dan misschien maar beter in een peloton rijden. Met een peloton kun je het veel langer uithouden en veel meer prestaties leveren dan in je eentje. Dus ga niet bij elkaar zitten. Even kijken, kan ik hem nog terugkrijgen? Ja, daar. Want je blijft toch stilstaan. Het is weliswaar gezellig, maar je gaat niet vooruit. Je kunt nog beter in zo'n peloton. Maar ik moet wel zeggen, zo'n peloton, en daarom bent u misschien ook zelfstandiger geworden. Er zit wel een hele grote groep, zo'n 50% in het peloton. Die heeft helemaal geen baat meer om dat peloton te zitten. Die zit namelijk daar ergens op de kant. En die leidt net zo hard als die eenzame knul daar voorop of achterop. En dat weten we ook, 50% van de werknemers is gewoon gefrustreerd. En heeft eigenlijk helemaal, is helemaal niet tevreden met de baan. Dus ik zou zeggen, neem deze niet te serieus. Even kijken. Doe het wel op de juiste schaal. Dus probeer samen te werken in teams. Nou, Prospect is misschien een heel mooi voorbeeld hiervan. Maar weet ook uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat de beste, de menselijke maat is een team van zo'n tussen de 12 en 20 personen. Daar kun je in ieder geval elkaar nog zien. Je kunt elkaar, nou ik wil niet zeggen controleren, maar je weet wie wat doet. Je kunt goed met elkaar samenstellen. Je kunt een beetje inzien of aanvoelen van wie wat doet. Er is ook een eigenaarschap over de groep. En als die veel groter wordt, dan wordt het eigenaarschap en dat samenwerken een stuk moeilijker. Dus dan zou ik eerder zeggen van gaan er in waaiers achter elkaar rijden en probeer niet op de kant te zitten waar je eigenlijk net zo moeilijk hebt als zo'n einzelganger. Toch denk ik dat deze metafoor misschien niet helemaal lekker ligt hier. Eindelijk een vrouwelijk wielrenner. Hier Marianne Vos, zijn natuurlijk bijzonder trots op. Misschien wel de beste wielrenner ooit, ook in Nederland voortgekomen. Maar zo'n peloton en zelfstandigen en ondernemer gaat natuurlijk niet in je eentje succes behalen. Dat is met sport wel vaak zo. Sporten ga je, hou je zelf, nee, je hebt ook teamsporten, maar heel veel sporten doe je het uiteindelijk om zelf te winnen. Dus dan gaat denk ik dat we eigenlijk naar een andere analogie moeten als we dan toch denken over hoe we hier in Nederland met het grote aantal zelfstandigen echt verschil kunnen maken. Dat je gezamenlijk iets moois wil opzetten. En er is eigenlijk een sector waar dat al heel vaak gebeurt. En wat dat gaat is dat misschien wel een hele mooie analogie waar we zelf ook vaker aan zouden kunnen werken. En ons zouden kunnen afvragen of we dat vaker kunnen doen. Gezamenlijk iets moois neerzetten. Nou, wat is nou mooier dan een nieuwe film? Het is innovatief. Er is een arbeidsverdeling. Er is ook in tegenstelling tot zo'n peloton ook echt een regisseur die aanvoelt van waar het heen moet. En wat uiteindelijk het beste product moet zijn. Je hebt cameramensen, je hebt geluidstechnici, je hebt acteurs, actrices. Het zijn vaak trouwens bijna allemaal tegenwoordig ZZP'ers. In Hilversum stikt het van de ZZP'ers. Maar je zit wel gezamenlijk. Je specialiseert je ergens in. En je zet gezamenlijk iets moois neer. Iets groters dan de som der delen. En wat ook aardig is hierbij. Je kunt zeggen van ja, er zijn allemaal ZZP'ers. En dat hoor ik ook vaak van ondernemers. Ja, ZZP'ers. Ik wil eigenlijk best wel ZZP'ers in dienst nemen. Want dan hoef ik ze in ieder geval niet als werknemer in dienst te nemen. Want ja, dan kan ik ze niet ontslaan. En als ze dan ziek zijn, moet ik ze nog 2 jaar lang doorbetalen. Maar ZZP'ers committeren zich vaak niet echt aan één zaak. En je kan hier zeggen van hier, als je in zo'n filmploeg of in zo'n filmproductie gezamenlijk iets doet, dan wil je ook committeren aan die groep en je wil je best doen. Want je weet, bij de volgende ronde wil je weer meedoen. Omdat je niet je reputatie moet verliezen. Dus je zet je ook echt in voor de langere termijn. Dus dat gaat, is het ook een oplossing voor dat commitmentprobleem, denk ik. Dus ik denk, als we de toekomst ingaan als Nederlandse ZZP'ers en echt een verschil willen maken, dan is misschien dat Hollywood-model gezamenlijk optrekken om iets moois te zetten wat groter is dan het som der delen. Eigenlijk een heel mooi model en ik denk dat we daar ook meer werk van zouden moeten maken. En daar kun je van alles aan doen. Je kunt de ICT beter gebruiken. Je kunt ook investeren in scholing. Want zo'n regisseur of zo'n geluidstechnicus moet ook continu zijn skills updaten. Want er is heel veel nieuwe technologie en voordat je het weet ben je overbodig. Of kun je niet met de nieuwe technologie omgaan. Dat is overigens ook wat we weten in Nederland. Dat zelfstandigen zonder personeel veel minder investeren in scholing. Maar ook veel minder toegang hebben tot scholing. Dus meer in jezelf investeren. Een economische wet is dat investeren in human capital een van de beste rendementen oplevert. En ook meer samen doen. Dus meer scholen, meer samen doen. En dan heb je uiteindelijk samen als ZZP'ers meer samen, meer impact. That's it.